Want nu, Eran, hij maakt al bijna 10 jaar theater samen met vriend en collega-acteur George. Laten we eerst even kijken naar een compilatie. Eran is geboren in Nederland in Nijmegen. Zijn hele familie woont in Israël. En hij heeft 2 jaar lang moeten wachten op een pasje van Café El Sombrero. Schande! Vinden wij dat. George is geboren in Syrië, Aleppo. En heeft 13 jaar in Nederland op zijn verblijfsvergunning moeten wachten. Ja, schande! Jij bent niet zwart. Nee, George, jij bent niet zwart. Nee, ik ben niet zwart, George. Jongens, dat bepalen jullie niet, hè? Ja. Maar je bent het niet. Ja, het is een gevoel van binnen. Ik weet wat ik voel. Ik ben zwart. Nou, hij is bruin. Bij lange na niet zwart genoeg om recht te hebben op een deel van de slavernijgeschiedenis. Twee stukjes. We zagen een stukje uit George en Eran lossen de wereldvrede op. Als je eerlijk bent, vind je dat ik oud geworden ben? Ten opzichte van wat we daar zagen? Het eerste fragment zo. Nou, je ziet er eigenlijk voor mij hetzelfde uit. Echt waar? Steeds even knap. Nou, dat vind ik wel aardig. Waar. Ik dacht wel, god, wat een jonge jongen. Ja, want dat eerste stuk waar je het nu over hebt, dat is uit George en Eran lossen de wereldvrede op. Ja. En het tweede stuk, waar je inderdaad wel een stuk ouder was, ja, was uit George en Eran zijn racisten. Worden racisten. Worden racisten. Ja, ja. En nu George en Eran zijn al, ze worden het niet, nee, veganisten. Nee, we worden veganisten. Maar de titel is, zijn veganisten. Nee, worden veganisten. Oké. Okay, ja, dat heeft die redacteur niet goed opgeschreven. Mijn collega verkeerd opgeschreven. We worden het. Ja, gaan we het straks over hebben. Ja, ja. Het is vandaag ook Vegan Day, hè? De dag van het vegetarisme. Oh ja. Wist je dat niet? Nee. Nee, want ja, dat is dus de vraag is, ben ik het geworden of niet? En George, zijn we het geworden? Maar ik, nee, ja, iemand had het wel gezegd, maar ik ben het weer vergeten. Maar laten we beginnen met, waar gaat jullie voorstelling over? Ja, nou, onze voorstelling, normaal zit ik hier met George, dat is mijn maat, maar die was ziek. Dus ik wens beterschap, op een van de camera's beterschap, George. Mag kiezen? Beterschap, George, ik hoop dat het weer goed met je gaat. Morgen in Roermond, als het goed is. De voorstelling die gaat over, ja, George en mij, wij maken al 10 jaar voorstellingen over grote maatschappelijke onderwerpen. En nu hadden we een voorstelling gekozen over het klimaat en over voedsel. En in het bijzonder over hoe we daarmee omgaan. En dat hebben we genoemd, George en Eran worden veganisten. Ja, jullie hebben gekozen voor een voorstelling over dat onderwerp. Wat wordt er verteld in die voorstelling? Waar gaat het over? Wat gebeurt er? Ja, het is een voorstelling waarin je mij en George ziet, Nazanin Tahiri en Eline van Geels. En je ziet eigenlijk de 4 verschillende stemmen in het debat rondom voedsel. En hoe we omgaan met het klimaat en hoe we omgaan met de problemen waarin we zitten. Dus iemand die heel extreem is en zegt, we moeten allemaal veranderen, nooit meer vlees eten. Iemand zegt, ja, ik heb het al druk genoeg mijn dagelijkse bestaan. Laat me met rust. Ik doe mijn best, maar val me niet aan. George die zegt, ik ben vegetariër geworden. En ik die zeg van, ik doe wel mijn best, maar in mijn eigen manier, op mijn eigen tempo. Ik eet wat minder vlees en dat is ook goed. En die gaan met elkaar in gesprek. Het is een soort van tussen toneel en stand-up in wat we aan het maken zijn. Dus het zijn eigenlijk de verschillende manieren waarop je in die klimaatdiscussie kan staan. Ja, eigenlijk als je kijkt naar hoe mensen denken over dit onderwerp, dan is er best veel tegenstelling. En mensen hebben het gevoel, als je het hierover hebt, dat ze iets moeten inleveren van hunzelf. Van maar ook polarisatie. Heel erg, ja. Je noemt net verschillende types en je beschrijft onder andere een type wat op mij overkomt als een drammer. Hè? Iemand die constant vertelt van zo moet het, zo moet het, zo moet het. Ja. Ik heb zelf wel het gevoel dat die verschillende groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou, ik kreeg vandaag een mail van de PR doorgestuurd. En het is echt niet, de voorstelling is echt niet om zieltjes te winnen en om mensen veganist te maken. Want of het nou spoiler alert is, niet, ik ben geen veganist, ik eet minder vlees. Maar we kregen een mail van iemand die had voorstelling in Groningen gezien van de week. En die zei van, nou, door jullie voorstelling waarin jullie eigenlijk zeggen, je moet minder vlees eten, heb ik zin gekregen om meer vlees te eten. Ja. Dus het tegenovergestelde hebben jullie bewerkstelligd. Het werkt averechts. Ja, omdat mensen dat drammen. Er is 1 personage in de voorstelling die is heel uitgesproken. Een beetje Greta Thunberg. Ja. Daardoor denken mensen ook van, ja, als jij mij op die manier dat gaat vertellen, ga ik het zeker niet doen. Dus dat is ook ga ik met mijn hakken in het zand eigenlijk. Ja, ga ik meer vlees eten. Ja, ja, want hoe is het idee eigenlijk ontstaan? Waarom dachten jullie, wij willen dit verhaal gaan vertellen en we willen ook, want dat vind ik er heel mooi aan, die verschillende types in kaart brengen? Ja, die verschillende types, dat is een beetje onze stilo. Dus we hebben over racisme en over wereldvrede, over de conflicten in Midden-Oosten voorstelling gemaakt en laten we altijd eigenlijk contrasterende geluiden en stemmen horen. En die dat is eigenlijk een soort format. Dat is hoe jullie te werk gaan. Hoe jullie het verhaal vertellen. Ja, in dit soort type voorstellingen die wij maken, is dat wat vaak gebeurt. Dus dat je die tegenstelling hebt. En dat je dan met elkaar gaat uitvechten om daaruit te komen. En dan vaak ook weer dieper in de problemen komt. Ja, want jij hebt een Joodse achtergrond. George heeft een Syrische achtergrond. Ja. Jouw familie komt uit Israël. En ik begreep heel goed hoe jullie op het idee zijn gekomen bijvoorbeeld te praten over het Midden-Oosten conflict. George en Eran lossen de wereldvrede op, onder andere. Hoe is dit ontstaan? Hoe is dit eigenlijk bij jullie opgekomen? Van oké, George, dit is iets wat ons ook bezighoudt. Hier moeten we aan de slag.
Nou, George en ik zijn allebei 1,5 jaar geleden in dezelfde week vader geworden. Okay. Dus we hebben een kind gekregen. Als je een goed duo bent, dan stem je dat af op elkaar. Dus we hebben met we zijn gaan oefenen en trainen en toen dezelfde week zo een kind gekregen. En toen zeiden we van, ah, eigenlijk is dat een mooi soort... Dan ga je toch nadenken over de wereld en over je verantwoordelijkheid en wat je doorgeeft aan, aan de nieuwe generatie. En Koos Terpstra is de regisseur van de voorstelling waarin we ook, waarmee we ook vaker samen hebben gewerkt. Dat is heel belangrijk. Iemand die ons dan ook helpt om dat vorm te geven en om, om daar een voorstelling van te maken. Dus we zijn met hem gaan zitten en we zeiden, nou, een nieuwe generatie is op komst. We zien om ons heen eigenlijk een hele hoop dingen. Je ziet bosbranden hier, voedseltekorten daar. Het is een heel ingewikkeld systeem van allemaal dingen die misgaan nu. Het is echt veel documentaires ook. Dus wat kunnen we daar zelf over zeggen om te zorgen dat die volgende generatie van ons het beter heeft dan dat wij het nu hebben? Ja, want je noemt dus het moment dat jullie vader werden als aanleiding om hierover na te gaan denken. Ja. Komt dat ook uit de angst voort dat je kinderen straks geen toekomst hebben? Nou ja, toekomst hebben ze wel, want iedereen vindt altijd wel zijn weg. En ik denk dat de generatie van onze ouders ook zeggen van, ja, toen wij jong waren, toen was het zo erg en was er zure regen of zo. Dat hebben wij nu ook. Alleen een toekomst zal er wel zijn. Alleen je hoopt natuurlijk op een goede toekomst. En, de problemen zijn nu wel zo breed en op veel, het gevaar komt van heel veel kanten. Dus er moet wel wat gebeuren. Vader worden was dus in zekere zin een omslagpunt. Ja. Maar als we het hebben over wel of geen vlees eten, was er nog een omslagpunt. Laten we even kijken. Ja, je hebt veel vlees. Ja, maar ik kan het vallen. Ik heb vlees. Zo onschuldig. Ja. George is er nu niet bij, maar ik begreep dat hij zei... na dit moment, het slachten van deze kip, wat ik echt heel moeilijk vond... en ook vies om te zien, heb ik nooit meer vis of vlees gegeten. Nee, nou, vis at hij al niet. Dat kan hij makkelijk zeggen. Maar vlees inderdaad ook niet. Nee. Hij heeft, we hebben een kip geslacht als voorbereiding op de voorstelling. En wie van de twee heeft hem geslacht? Nou, allebei één. Allebei één, oké. Okay. Ja, maar ik als eerst, dat moet ik er wel even bij zeggen. Nee, maar en dit is een stukje dat we zelf gefilmd hebben. En je ziet ook een beetje zo strakke kopjes. En we doen een beetje soort. We proberen het een beetje grappig te maken, maar het was niet leuk. En voor George heeft het wel echt veranderd hoe die erin staat. En die verdraagt het echt niet meer. Dus ook was het een soort traumatisch voor hem? Nou, ik denk het wel een beetje. Ja. Hij at al eigenlijk niet echt vlees, maar hierna zegt hij, eigenlijk als ik dat nu zo zie in de supermarkt, dan voel ik, dan ruik ik die slachterij. En dan zie ik, ja, het is 5 uur, misschien mensen gaan eten. Ik zal het niet te grafisch maken, maar op een gegeven moment dan gaan ze die kip, komt allemaal spul uit die kip. En dan zegt hij, ik eet niet eens meer een bouillonblokje nu. Maar jij bent niet volledig vegetarisch geworden, maar door dit moment wel minder vlees gaan eten. Ja, zeker. Ja. Want het is, ik bedoel, ik praat er een beetje grappend over, maar het is niet leuk. Het is echt niet leuk om te doen. En je voelt gewoon als je dat doet, dat je een levend wezen het leven ontneemt. Het was wel bedoeld om... Maar wat ik vind het wel bijzonder om te horen, want dat ene moment heeft dus zoveel indruk op je gemaakt. Ja. Daarvoor was je een onwijze vleeseter. Carnivoor, ja. Ja, echt een carnivoor. Ja. Dus als ik het goed begrijp, heeft dat ene moment, het slachten van die kip, zoveel indruk op je gemaakt dat je je bestaan als carnivoor hebt laten varen? Ja, dus die kip die ik dood heb gemaakt, die heeft ook het leven van heel veel andere kippen gered, zou je kunnen zeggen. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja. Want ik zeg het net al, hè, je was een onwijze carnivoor. Kan je me daar een beeld van schetsen? Hoeveel vlees at jij? Nou, George ook, hè. Dus, jullie? Wij allebei. Maar ik had eigenlijk altijd zo'n 200 gram per dag 's avonds. 200 gram? Ja. Iedere dag? Iedere dag, ja. Omdat ik het gevoel had dat ik dat nodig had of zo. En dan overdag had je ook wel eens wat je 's avonds overhoudt of zo. Dat eet je dan ook. Dus dat had ik sowieso elke dag. 200. Maar omdat je het gevoel had dat een maaltijd niet compleet was zonder vlees? Ja, ken je dat niet? Dat je dat, ja. Ja, ik heb begrepen, ik heb ooit een programma gemaakt over vleeseters. Ja. Ik heb ook wel begrepen dat dat met culturen te maken heeft. Dat dat in sommige culturen vooral zo is. Ja. Dat bijvoorbeeld in de Marokkaanse cultuur voelt het voor heel veel mensen alsof een maaltijd niet af is als er niet een stukje vis of vlees bij ligt. Ja, maar jullie hebben ook veel groentegerechten. Ga je nu al jullie zeggen? Echt niet profileren komt zo, toch? Ja, als ze het uit de file halen in ieder geval, ja. Dat is misschien ook wel zo. Alhoewel, de Marokkaanse keuken en de Israëlische keuken, of je nou Marokkaans bent of niet, maar die keuken heeft veel groente en Israëlisch ook. Dus ik weet het niet. Ik had in ieder geval zelf dat gevoel. En dat is wel echt veranderd door het slachten van de kip. Dat ik veel bewuster dat eet, veel minder het eet en... Want hoe zit het dan met jullie gezinnen, jullie kinderen en vrouwen? Ja. Zijn die met jullie meegegroeid eigenlijk of meeontwikkeld? Ja. Ik denk dat onze vrouwen allebei meer vlees aten een paar jaar geleden. En mijn vriendin ook, die,
die hoeft er ook al niet zoveel vlees te eten. Maar die verandert met plezier met mij mee dat we dat nu eigenlijk één keer in de week doen of zo. En bij George was geloof ik zijn vriendin ook al wat eerder dan hij daarmee bezig. Dus dat, ja. Tot slot, met welk gevoel hoop jij iedere avond dat jouw publiek naar huis gaat? Welk gevoel of welke boodschap? Ja, nou, ik hoop dat ons publiek naar huis gaat. Niet met wat goed is of slecht en dat wij ze dat hebben verteld. Maar wel dat je nog eens herziet van die gewoonte die ik misschien heb. Is dat nou een gewoonte waar ik achter sta en ga ik daarmee door? En weet ik wat de consequenties voor de wereld of voor de toekomst van een andere generatie? En vind ik dat prima? Of ga ik daar misschien andere keuzes in maken? Dus als mensen gaan nadenken, is jouw doel bereikt? Als mensen gaan nadenken, is mijn doel bereikt. Maar het maakt me niet zoveel uit tot welke conclusies ze komen. Als ze maar in ieder geval ja, gaan nadenken of als er een soort gedachte op gang komt. Prachtige voorstelling. George, of Erhan, doe de groeten aan George. Ga ik doen, dat moet ja, je me beloven. Ja, en bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Leuk succes om te zijn. Dankjewel.